Ik zie mezelf als een individu. Ik ben voor de meeste mensen een allochtoon. Maar wat mij toch stoort is dat wij allochtonen in een hok willen stoppen. En het zou aardig zijn als wij naar mensen gaan kijken, zowel autochtonen als allochtonen, als een individu. De gemiddelde perceptie die er is van groepen, ja, daar moeten we eigenlijk vanaf. Nou ja, goed, in mijn geval is het misschien iets anders. Mensen weten dat ik misschien daar iets realistischer en iets pragmatischer in sta. Ik krijg niet vaak het verwijt van ik zou tegen Zwarte Piet zijn of iets dergelijks. Dus ik heb er zelf niet heel veel last van. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen uit de allochtone gemeenschap iedere dag een soort van loyaliteitsverklaring moeten afleggen van ja, nou ja, maar ik ben niet zo hoor, weet je. Ja, omdat juist dat gemiddelde denken, zeg maar, wel is ingeslagen. Hè? Diversiteit moet geen doel op zich zijn. Hè? Dat is een uitkomst. We moeten echt af van dat gemiddelde beeld, hè, van een bepaalde groep. Ieder individu heeft zijn eigen wensen en behoeften. Dus ook aangaande het racisme-debat, denk ik persoonlijk als individu, dat we het wat luchtiger zouden moeten betreden.